Nou, zoals jullie wel weten, in juni dan begint de kersentijd. En de kersentijd is een tijd om echt naar uit te kijken, want kersen zijn zo lekker. Dat fruit, als het lekker warm weer is zoals nu. Het is nu, nou ik denk al om 9:30 's morgens al een graadje of 22, 23. Maar er is nog iets moois. En dat is, we hebben hier een kerspruim. En dat is een hybride, dat is een kruising tussen de Japanse pruim en de Russische pruim. En hij komt uit Oekraïne. En dit is de Rose of July. En dan denk je, waarom zit dit zakje hier om deze boom heen? Nou, afgelopen voorjaar hebben we een nachtvorst gehad. Eentje, echt eentje. En de Russische pruimen, die hybrides waar we het over hebben, die uit de Oekraïne komen. En dat valt de komeet ook onder, daar valt de Scoroplatnaya onder. Die zijn normaal gesproken echt super vast ongevoelig. Maar wat gebeurt er soms? Soms dan heb je toch één nachtvorst. En dan is het foute boel, want de pruimpjes hingen er al aan. Die waren mooi aan het ontwikkelen, die waren al deze maat. En we dachten, nou nu kan ons niks meer gebeuren, want ze zijn al groot genoeg ontwikkeld. En dan blijven ze er gewoon lekker aanhangen. Maar niks was minder waar. Eigenlijk de complete opbrengst van dit jaar met de pruimen die in het volle veld stonden, zijn allemaal toch nog bevroren. Dus je had allemaal van die hele mooie kleine gedroogde pruimpjes waar je niks aan had. Maar gelukkig hadden we één pruim aan de Rose of July dit jaar. En er zijn nog wel meer hybrides waar toch nog een paar pruimen aan zitten. Zoals de Flavor King, die heeft zich het beste gehandhaafd. Normaal gesproken dan kunnen ze die vast wel aan. Alleen, wat er soms gebeurt, een plant die wendt ook aan als het een lange tijd, net zoals ons, gewoon lekker warm is. En dan gaan we gewoon erop aanpassen. Dan doen we korte mouwtjes aan. Nou ja, als een plant denkt, ik ga lekker groeien. Ik maak minder suikers als reserve tegen de kou. En er was dus één Rose of July die hier zo zit. Nou, en dat is echt een juweeltje. En wat je niet kunt ervaren op de film. Hij was eraf gevallen, dus ik heb hem er heel stiekem weer opgelegd. Dat is allemaal weer fake, hè? Nee, maar hij komt hier zo vandaan. Hier hing die gisteren nog. En ik heb hem erop gelegd, zodat de vogels er niet bij kunnen. En dat hij nog eventjes kon wachten tot we de camera speciaal hiervoor mee zouden nemen. Want dat is de moeite wel. En wat je dus niet kunt ervaren is, hij ruikt naar heerlijke pruimen. En dan heb je die grenadine, dat is zo'n limonade. En dat is precies waar hij naar ruikt. Dat zijn dus de, nou hoe heet die pruimpjes? Ik ben heel even de naam kwijt, die zijn heel bekend. En dan kan ik er nu net weer niet opkomen. Maar dit is de Rose of July. En dit is de enige vrucht die dit jaar aanhing. En hij is niet heel groot. Normaal gesproken kunnen ze echt dubbel zo groot worden. Maar ja, hij heeft er toch ons eentje vandaag gegeven. Nou ja, alle zegen komt van boven, zeggen we altijd. Dus dit is de Rose of July. Een heel mooi pruimpje. Nou, je ziet het al. Hij is echt zo super mooi om te zien. Gewoon de kleur alleen al. En ik ga hem eens even lossnijden. En ik hoop dat hij al vol rijp is. Want hij viel er dus gisteren gewoon letterlijk vanaf. En ik heb hier een hele professionele mes altijd bij me. Hè? Gewoon een lekker snoeischaartje. Dan gaan we eens even kijken. Want voor ons is dit ook de proef op de som hoe die echt is. Kijk, ik zie al dat die pit mooi loskomt. En dan zit je nu dus aan eind juni. Moet je nagaan. Dan heb je nu al pruimpjes. Eigenlijk de roggenpruimen die beginnen meestal half juli ongeveer. Nou, de Rose of July, die begint zelfs al eind juni. En dat is heel vroeg. En de roggenpruimpjes, dat zijn een beetje zurige blauwe pruimpjes. En daarna komt pas die heerlijke opal. En dit is ook al de tijd dat de abrikozen beginnen te rijpen. Maar ja, ik zei het al, er is nachtvorst geweest. En die hebben zich helemaal niet gered. Die bloemen die bevriezen dan bijna altijd in het volle veld. En als je hem heel nieuw hebt staan, gaat het wel goed. Maar nu gaan we hem eens proeven. Nou, je ziet al, ik begin al lekker te zweten, want het is heel heet hier in de zon. Maar ja, kijk dan, je ziet gewoon, dit is toch een feestje om op je fruitschaal te hebben. Ja, misschien heb je een restaurantje en je denkt van, nou, dit past mij ook wel. Want wat is nou leuk om je eigen fruit zo vroeg op de kaart te zetten bij de desserts of zo. Ja, ik had die zoete nog kunnen zijn, maar ik zei, hij viel er dus gewoon af. Maar hij is wel lekker. Er zit zelfs iets van appel in. Dat klinkt heel gek. Een pruim met appelaroma. Kijk, ik heb hier het pitje. Die is ook vrij klein in verhouding met de hele vrucht. En ik zou normaal gesproken kunnen ze echt zo rood worden.
En wat je dus niet moet doen, is met deze vruchten om ze heel lang te laten hangen. Of heel lang te laten liggen. Want als ze rijp zijn, dan moet je ze ook even binnen 2 dagen opeten. Want anders worden ze een beetje melig. En hier zit al iets meligheid in, maar toch, je ziet toch dat hij nog best wel sappig is. Ik zal even een stukje van Esther zo overlaten. Maar de Rose of July, die heeft kruisbestuiving nodig. En bijvoorbeeld de Komeet of de Scorpulot Naya. Of we hebben een Nederlandse kerstpruim die heel mooi geel is. Dat is een nieuwe selectie ook. Die geven een goede kruisbestuiving. Dus dat is wel aan te raden om echt meerdere van aan te planten. Want deze die bloeien nog net voor de gewone pruimen. En de gewone pruimen die beginnen te bloeien als de laatste bloemen van deze uitgebloeid zijn. Dus dat gaat net een beetje scheef. En we zijn er nog niet helemaal achter hoe dat echt in de werkelijkheid zich verhoudt. Dat er gewone pruimen met deze mooie hybrides zullen kruisen. Dus dat er wel bestuiving plaatsvindt. Maar wat wel zo is, deze die kunnen zo overbeladen vol komen te zitten. En ja, nogmaals, het is toch een juweeltje. Kijk. Het is gewoon de kleur intens. Past niet bij mijn vieze vingers, maar hij is echt super mooi. Rose of July.